Heel blij. Ja, ja, ja. Ook de mensen op de camping zijn weer heel blij. En je merkt dat de boekingen toenemen. Dus wij zijn ook erg blij. Het heeft even geduurd, maar eindelijk mocht het gedeelde sanitair vanaf 15 juni weer open. Er kan weer gedoucht worden en je kunt weer gebruik maken van een toilet. Naast de caravans en campers kunnen ook kampeerders die geen eigen toiletvoorzieningen in de tent of caravan hebben, weer terecht op de camping. Wij hebben aan iedereen een formulier meegegeven met regels die wij hanteren. En we hebben ook overal desinfecterende gel staan. We maken extra schoon. En als iedereen zelf ook een beetje hun eigen verantwoordelijkheid neemt, dan moet het helemaal goed komen. Je kan hier naartoe komen en als er plek is, is er plek. Maar we adviseren om te reserveren, omdat we toch merken dat veel mensen in Nederland op vakantie gaan. Ja, ja, we zouden eigenlijk naar Noorwegen gaan, maar ja, daar wordt we natuurlijk niet nu. Dus dachten we, dan gaan we gewoon alsnog, we hadden de camper alsnog, dus ze denken, ja, dan gaan we door Nederland heen. Dus nou, de eerste week onderweg, dus voor ons is het is makkelijker dat het gebouw open is natuurlijk. Het toiletgebouw en een douche, wat dan ook, is toch wel makkelijker dan in zo'n ruimte iets groter. Ja, als er iemand voor je in het sanitair gebouw is, moet je rustig wachten tot diegene voor je het sanitair gebouw heeft verlaten. Bij ons scheelt het dat wij bij elke wc heeft een aparte ingang. Dus die komen zeg maar direct buiten uit. Dus daar hoef je dan al niet te wachten. Als hij op rood staat, is hij gewoon bezet. En bij de douches hebben we ook twee verschillende ingangen. Dus dat is ook een voordeel. Mensen kunnen hier gewoon veilig naartoe komen.